We zijn ontzettend dankbaar dat de bedrijven Kumpen en Dimoco hun schouders daar hebben ondergezet voor twee werven open te stellen. De gasometerproject hier in het centrum van de stad aan de stationszijde en natuurlijk ons nieuw Droompoortgebouw op Russen Bedrijventerrein. We gaan nu deze route volgen en we gaan dan even door die chicane uit en dan komen we eigenlijk door de Vijfstal uit. Daar gaan we nu even naartoe gaan. De jongerencampus herbergt een vijfzaal, een foyer, waar een heel ontmoetingsplaats is voor al hetgeen wat jeugd en bruist in Sint-Truiden. We zijn heel blij eigenlijk dat we hier de site voor de toekomst kunnen tonen, waar enerzijds een lagere school naartoe komt uiteraard, met heel wat kinderen. Maar anderzijds, aan de andere kant van de campus hier, hebben we het Huis van het Kind, de welzijnscampus, waar we enerzijds onze buitenschoolse kinderopvang gaan onderbrengen met meer dan 100 plaatsen. Modern lijkt mij, en ruime klassen, veel licht, een speelplaats op de eerste verdieping, wat mijn dochter toch wel heel speciaal vindt. We passeren hier regelmatig en nu kunnen we het aan de binnenzijde zien. En het lijkt inderdaad veel groter dan van buiten lijkt. We staan hier in Brust en met oude militaire vliegveld. Droompoort dat achter ons gebouwd wordt in de zin van alle drones zoveel mogelijk en de technologie daarom te concentreren. En de bedoeling is van onze BD in Droompoort te stockeren, te etaleren en aan het publiek te tonen vroeger en nu. Ja, dat is eens interessant voor te zien. Anders kom je nooit niet op die werven terwijl ze maar half klaar zijn.